Janke Faber van Kasteelpark Born. U organiseert hier vandaag samen met het Dakapa College onder andere een Halloween activiteit. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja. Ieder jaar aan het einde van het zomerseizoen hebben we een Halloween activiteit hier in het Kasteelpark. Dan komt sowieso het theaternetwerk komt hier spelen. Maar dit jaar zijn ze grummels. Dat zijn wezens die onder de grond leven en vandaag een keertje boven de grond komen. En zich verwonderen over van alles wat hier te zien is in hun eigen taaltje. En die spreken de bezoekers ook aan en de bezoekers kunnen daar ook mee meespelen. Heel veel kinderen komen dus ook verkleed als tovenaar, als heks naar het kasteelpark. Dus dat is sfeerverhogend. En de leerlingen van het Dakapa College van de locaties Born en PKS, President Kennedy Single in Sittard, die organiseren ieder jaar voor het vak technologie. Een activiteit voor de bezoekers van het kasteelpark. En dit jaar hebben we voor het thema Halloween gekozen. Dat is dus samengepakt in één evenement, als ik het goed begrijp. En dat is samengevat in één evenement. En daarnaast komen ook onze buren van IVN komen nog langs om de bezoekers van alles over vleermuizen te vertellen. Hartstikke leuk. Wat doen de scholieren van Dakapa hier zoal? Ze hebben heel veel verschillende spellen bedacht die met Halloween te maken hebben. Ze hebben bijvoorbeeld een voelbak gemaakt waar je allemaal enge dingen kan voelen als hersenen en slijm en oogballen. Ze hebben een sjoelbak gemaakt waarbij de stenen versierd zijn met pompoenen. Je kan buttons maken, lampionnen maken, mandarijntjes versieren, ballonnen lek prikken waar snoepjes in zitten. Spijkerpoepen, alles is omgetoverd tot Halloween thema. Timo Roland, je bent van het Dakapa College en je bent een van de organisatoren van een activiteit hier. Wat organiseer je precies? Dat klopt. Wij hebben samen met school hebben wij een voelbak gebouwd. En dat is in het kader van een spooktocht eigenlijk in Kasteelpark Born. En ja, om voor kleinere kinderen een leuke middag te organiseren, dat is eigenlijk wat de bedoeling was. Wat kan er precies in die? Ja, wat is het eigenlijk voor een soort bak? Nou, er zitten verschillende soorten etenswaren in. En die voelbak, wat zit daar dan allemaal in? Nou, in het eerste vakje daar zit een banaan in geprakt. En in het tweede vakje zit rauw gehakt. En ja, in de andere vakjes zit eigenlijk soortgelijke etenswaren die niet lekker zijn om aan te voelen. Hoe is de opkomst? Ontzettend goed. We kunnen er bijna niet aan. Ze hadden dus een bepaald aantal, ik meen 100... briefjes geprint, de kinderen kunnen stickers verzamelen als ze die spelletjes doen. Maar ik heb er nog 80 bij moeten printen. Zoveel kinderen die sowieso mee willen doen. Dus ik schat toch dat we zo'n 600-700 bezoekers binnen hebben vandaag. Veel mensen op jullie activiteit afgekomen? Onverwacht zijn er heel veel mensen op ons afgekomen, ja. Wij stonden hier en we begonnen eigenlijk heel rustig. En toen ik even niet meer keek, toen stond er ineens een rijtuig onderaan de trap. En je loopt daarnaast ook nog in een pak rond. Wat moet je precies voorstellen? Nou, ik moet de mascotte van Kasteelpark Born voorstellen. En dat is eigenlijk de bedoeling om kinderen te laten, ja, niet te laten schrikken. Maar op de foto te gaan. U bent een van de bezoekers hier vandaag en wat vindt u ervan? Het is heel gezellig, het is leuk opgezet, veel activiteiten voor de kleintjes, hartstikke leuk.
En u gaf aan dat u een jaarabonnement heeft, dus dat is natuurlijk voor u dubbel zoveel pret vandaag dan. Ja, absoluut, absoluut. Kinderen hebben heel veel te doen, dus... En waar heeft u gelezen dat vandaag hier een Halloween-activiteit is? Via Facebook. Het Kasteelpark heeft een eigen site en daar zetten ze alle nieuwtjes altijd op. Nou. Dus dat hadden we gezien. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, wat moet je erop? Wil je vlinder erop of een beertje? Een vlinder. Een witte of een groene? Wat ben je mooi verkleed vandaag? Ja, ik ben er leuk hier om gewoon leuke dingen te doen met mijn vrienden. En hoe ben je verkleed vandaag? Een heks. En welke heks ben jij? Een toverheks met de bezem die zit met mijn vader. En wat heb je allemaal gedaan vandaag? Ik heb kikjes gemaakt en dit zelf ook gemaakt. En dat vind ik leuk. Zo. Dat vind ik echt leuk. Want u bent hier vandaag ook lekker op bezoek. En wat vindt u ervan? Ja, ik vind het geweldig. Echt waar. Ook heel erg leuk voor de kinderen. Leuk georganiseerd. Dieren, ja. Alles goed verzorgd. Ja, is de moeite waard voor nog een keer te komen. Bent u hier wel eens vaker geweest? Ja, ja. Ja, al heel vaak. Ja. En heeft u ook eerder al een keer hier het Halloweenfeest meegemaakt? Nee, dit is de eerste keer. Zeker voor herhaling vatbaar? Voor herhaling vatbaar, ja. En ook dat die mensen wat verkleed zijn als bosveeën, dat vind ik heel leuk. Ja, dat ze dat doen. Jawel. Oh. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Moes, waar ben je?